Die waard. Oké. Yeah.
De kruis moet gelijk hier bijten. Als het zo recht staat. Hier moet dat bijten. Als het parallel staat. En dan heb je een klein... Bij mij is het ook zo. Dat bijt hier. En dan weg. What the fuck? Oh, dat stof daarop, man. Moet ik nog een keer wassen dan? Shit. Ik ga dat hier ook afnemen. Dat gaat ook weg, die sticker. Ik ga daar zo'n super mod sticker op zetten. Je kent dat, hè? Wacht, kijk toen. En dan ga je zo, snap je? Mm-hmm. Ja, dat is zo. Maar dat maakt mij gewoon boos. Kijk, dat is clean. Dat is gewoon een clean achterbrug. Ik zou dat kunnen doen, maar dat ziet er een stuk beter uit. Maar ik snap dat niet, die guy heeft en zo'n streepjes gedaan en die heeft een decals gehouden. Die kiest niet of zo, man. Dan een kiltoskolak. Is er dan een kop, man? Dan een show, eigenlijk. Mijn zus was ze van Noor Kasper uit. Ik zei nee.
Die zit bij Kjaarnoet. Kijk, wil je iets weten? Dan, nee. Ga dan. Dat gaat niet laden. 3000 views. Wat? 3000, zo'n video van gisteren dat heb je gezien op mijn story? Ja. Ik heb als reel gepost, 3000 views. Maar wat? Wat? Gewoon die, dat ik zo rij, wacht even. Gewoon begaan, maar toch. Dat is mijn beeld. Snap je, hebt 300 euro uitgeven aan kappen, 10 euro aan een sticker zet. Ja. Daar gaat, wat? Ja, als ik sticker zet, dan koop, ja, dat is een 300 euro. Ik weet. Dan koop je geen 80 euro sticker zet, want dan is dat eentje die amper plakt. Ik ken dat. Maar weet wat het is? Het staat echt kankerlaag. Ik heb dat veel te laag gezet gisteren, volgens mij. Dat staat veel te laag, ik moet dat een beetje omhoog werken. Toch? Nee. Nee, bij u staat dat ook zo laag, dat is niet goed. En ik moet nieuwe levers kopen, ik moet nieuwe handelen. Zo. Wat? Levers, ik moet nieuwe levers kopen, want ja. Ja. Het ziet er niet echt uit. Maar ik ga. Je weet zo dat. Dat ga ik doen. Dan, dat hier, dat hier. Dan als je. Alleen maar zo die metaal, hè. Zonder plastiek. Gewoon metaal. En dan, dat. Of een fluogeel. Of een zwart. Ik weet het nog niet eigenlijk. Maar gaan we gewoon rijden, ik heb eigenlijk echt totaal geen zin in wie die, want ik voel zo mijn, mijn clutch gaat beginnen slippen als ik er blijf forceren. Ja, ik ben een tweede, ik probeer een tweede. Maar ik deed heel tijd een tweede. Ja? Ik deed heel tijd een tweede. Ja, ja, oké. Ai, ai, ai. Oh, ik ga daar een camera.
Koffie. We hebben zo dat we samen rijden langs daar en dan ik rij achter u en we doen zo cinematic crawl, snap je? Cinematic crawl, weet je wat het is? Gewoon dat we een beetje cinematisch rol doen, gewoon b-roll. Ik rij achter u, hij rijdt gewoon alsof jij zo sporty rijden, gewoon de hele circuit rond. Is goed? Ja, oké, okay, normaal rijden, maar gewoon zo. Ik wil niet handstijd volle bak. Maar niet volle, allee. Gewoon sporty. Gewoon, ja, hoe moet ik dat zeggen? Maar ja, bij 5C gaat dat moeilijk, ik kan niet echt sporty rijden. Ik heb geen sprue opgezet, maar... Ja, het was tijd. 100.000. Dat is veel te groot. Nee. Jawel. Nee. Dat rijdt kankerrijk nu waarschijnlijk. Nee. Dat rijdt kankerrijk. En... Dat... 106, dat is veel te groot. Weet zij? Wat? Zeg. Hij weet dat niet meer. Maar... Wat? Ik krijg maar 70cc, ja. Nu? Ja. Wat? Ja. No. Gietijzer. Alu. Heb je daar dingen in gestoken? Andere krukas? Nee, ja, uw krukas gaat breken, hè? Ja, ik weet het. Ik ken het tactisch, zo. Zijn de krukas. Opeens, ik heb geen zin meer. Ik wil mijn kinderen voor later behouden, snap je? Als dat ding ontploft... Ja, ontploft. Heb een fucking airsal op de zote. Ja. Ik kan racen, ja, het was niet. We halen dit op ploffen, hè? Dat is fucking aluminium. 70cc. Met standaard krukas. Hoeveel rijdt hij top? Top, hoeveel is dat? Max. Max snelheid. Meer hij zo? Ja. Ik snap niet hoe hij nu rechte kop met een aluminium 70cc kunt rijden met zo'n krukkels. Ja. Dat is al zoveel keer gebeurd, hè, bij maten van Louis. Die hebben dat al zoveel keer voor gehad. Ze hebben hetzelfde gedaan en krukkels kapot. Nieuwe cilinder moeten steken. Volledig nieuwe toppunt rebuild, hè. Nieuw kruk als een nieuw cilinder, hè? Cilinder ook, want dat ding gaat ook beschadigen. Tweedehand. Zie. Hij speelt met vier, man. Heb hij grotere sproeier gestoken? Ik bedoel, grotere karb. Ja, dat moet niet. Jawel.
dat is mooi. Ja. Uit, kom rijden. Hou buiten. Gewoon rijden. Wat? Maar gewoon, hier is dat nogal beu, hè. Ja, kom, ergens anders. I don't know. Meer een beetje gaan vol zijn. Ik weet het echt niet, man. Ik heb letterlijk 70 cc gestoken in het midden van het politieseizoen. Ja, hij is eigenlijk Victor, man. Een maat van mij. Hij is gelijk hem zo. Aluminium druk steken, jongen, daar gaat niks gebeuren. Hij heeft al 5 keer nieuw slitten moeten steken. Ja, maar dat is wel ding, hè. Normaal is het nog dichter tot alle maatschappijen. Dan ben ik in de krukoscoop voor alle daar nieuwe splitsen. Krukoscoop betekent motorsplitsen, nieuwe verpakking. Hij onderschat dat zwaar. Oké, kom. Chauffeur, als jij grotere korp gaat steken, andere membraan en je hele inlaat verandert, hij weet dat ding gaat kankerhard gaan, hè. 70 aluminium kan 130 of zo, hè. Wacht, stop hier. Ik zeg, als jij je inlaat verandert, hè, dus je steekt grotere korp en je verandert je membraan, hij weet dat ding 70 cc met een 16, dat hoort, dat gaat niks doen. Hij moet nu 70 cc, hij moet, wacht, hè, 21 is voor 70 cc gietijzer, dus 25, 27 dat hoort op je gaat, of dingen. Hij speelt met vuur, man. Hij speelt met vuur als je cilinder op hebt gezet. Allee, ja, hij moet nu een cilinder kopen, hè. Oké. Okay. Oké, okay, doe. Ik loop niet zo snel, hè. Gewoon normaal. Ik ben met z'n kaart. En dat hij hier alleen als het zo gewoon had gehoord zo rijden. Ah. Ik weet niet, man. Ik heb geen verstand vandaag. Maar ik weet wel... 70 cc aluminium zonder een andere kruk als dat vraagt problemen. Uitgaan. Kom met mij mee naar huis, we gaan crossen. Kom met mij mee naar mijn huis.